Massaal trekken Groningers de grens over om in Duitsland vuurwerk in te kopen. De reden daarvoor is al jaren hetzelfde. Het is goedkoper dan in Nederland. In Nederland rekenen ze veel te veel belasting. In Nederland is gewoon alles niet te betalen. Het is goedkoper, hè? Dus zo'n pakketje betaal je normaal €50 voor en nu voor €18 hier. Ook vuurwerkliefhebber Richard Ebeling uit Hoge Zand rijdt ieder jaar naar Duitsland voor zijn vuurwerk. En hij houdt zich dan ook niet in. Het scheelt heel veel geld. En dit knalt beter, hè? Ja. Wat scheelt het je nou dat je het hier hebt gehaald in Duitsland en niet in Nederland? Nou, dat scheelt me wel €100. In Nederland was ik hier misschien wel €1000 voor kwijt. Bij vuurwerkklanten in Winschoten zijn ze minder blij met het vuurwerkaanbod van de oosterburen. In Nederland zijn namelijk de regels voor het verkopen van vuurwerk strenger. Mandjes erbij, is ook goed voor jou. Hè? Het moet hier veilig zijn. We hebben kluizen, zeg maar, met een sprenkelinstallatie. Er moet allemaal goed verzorgd zijn. Er wordt 2 keer per jaar wat er allemaal gecontroleerd. Daarom liggen de prijzen in Nederland hoger en gaan veel Groningers naar Duitsland. Maar helemaal legaal is de inkoop van vuurwerk bij de buren vaak niet. Toppie. Je mag bijvoorbeeld geen vuurwerk invoeren dat niet voldoet aan de Nederlandse wet. Je mag ook niet meer dan 25 kilo invoeren. Daarnaast moet je 48 uur van tevoren aangeven bij de inspectie Leefomgeving en Transport dat je vuurwerk uit Duitsland gaat importeren. Maar daar hebben de meeste Noordelingen geen boodschap aan. Dat maakt me dan ook niet uit. Zal me toch aan maar uitroesten. Ik denk dat de meeste mensen wel iets meer hebben dan mag op dit moment. In principe kom je hier de grens niet mee over. Nee, als ze me pakken, dan ben ik alles kwijt. Maar laten we het niet gebeuren. Het is dus wel degelijk een risico om vuurwerk te kopen in Duitsland. En volgens Bram Oldenburger valt het verschil in prijs wel mee. Nou, zoveel te duurder is er allemaal niet. Ik heb al een foldertje gekregen, zeg maar, en dan kijk ik eens even. En dan ben ik, dan ga ik eens even kritisch kijken, zeg maar, of het nou echt goedkoper is. Maar dat valt allemaal wel mee. Ik zou het risico niet durven lopen, zeg maar, om naar Duitsland te gaan. Alsjeblieft. Ja, veel plezier ermee. Fijne jaarwisseling. Ja, hetzelfde, hè? Doeg. Oké, doeg.